Buurtbewoners hier die spreken niet van overlast, maar van terreur. Het ongeloof van wat er gebeurd is. Intimiderend komt met draaiende kamer. Ik wil toch beeld zetten. Mag ik uitpraten? Heel intimiderend, kom je met een draaiende camera. Je vraagt niet van, mag ik misschien even tussendoor? Nee. Pieter Munk heeft regelmatig slaaploze nachten van de hangjongeren. Ze schreeuwen, trappen de voetbal keihard tegen de hekken en draaien keiharde muziek. Ook midden in de nacht kan het gebeuren dat je jonglui hebt. Komen hier waarschijnlijk met de beste bedoeling, maar zijn zich niet bewust van de herrie die ze veroorzaken. Dus ook als je op je bed ligt. Wat is het toch weer een puinhoop in Nederland, hè? En dat allemaal dankzij die asielzoekers. Dat kan echt niet langer zo. Buitenland durft voor mij niet in de straten. Ik heb er genoeg van. Jij ook? Doe dan mee. Samen gaan wij verandering brengen. En we beginnen bij de buurt. Laat de geschiedenis zich niet herhalen.